afschaffing van de basisbeurs. Het zijn bedragen die je de rest van je leven meedraagt. Dieper en dieper in de schulden. De basisbeurs terug. Compensatie voor het leenstelsel. En dat zijn geen radicale keuzes. We zitten in een leenstelsel. Al is dat niet voor elke politicus even duidelijk. Nu ook al een deel wordt nu al kwijtgescholden als je binnen een bepaalde termijn afstudeert. En ons voorstel zou zijn... U bedoelt het reisproduct? OV, het gratis OV van de... Nee, maar ook een deel van je totale schuld hoef je niet terug te betalen als je binnen, 6 jaar je bachelor haalt of zo. Dan een derde of zo. Nee, we moeten wel... Jullie generatie, dat is weer een andere Precies, fase. Precies, dat is voordat we het leenstelsel hadden, ja. Maar hoe wordt de leenstelselgeneratie gecompenseerd? Het blijft vaak vaag. Nu is de politiek er ook achter. Ook de initiatiefnemers toen de tijd van het schuldenstelsel, het leenstelsel, zeggen nu ja. Maar tegelijkertijd genieten ze niet genoeg van de studie. Ze halen er niet genoeg uit hun studietijd, want ze moeten veel te veel werken. En er is veel te veel druk wordt te ervaren. En men maakt zich enorme zorgen voor natuurlijk de enorme schuldenlast die zich ophoopt. Ja. De les, toen het werd aangenomen, het leenstelsel, werd er gezegd na 5 jaar, want alle partijen bijna waren voor, gaan we kijken of het heeft gewerkt. Nou, de conclusie is nee dus. Hé, hallo, en wat doen we dan met die mensen die, ja, jullie en anderen, die wel de dupe zijn geworden van dat leenstelsel? Dus wel... Ik wil dus het liefst dat dat allemaal wordt kwijtgescholden. Dus iedereen die een lening heeft opgebouwd, het wordt ter hoogte van die basisbeurs. Dus niet als je nog bijleent, mm-hmm. maar wel dat wordt kwijtgescholden. Dus iedereen zou zich daarvoor moeten kunnen aanmelden. Thuis van de beurs of uit van de beurs? Of gaan we dan ook weer kijken specifiek naar of de student zelf thuis heeft gebrand of uit heeft gebrand? Goeie vraag. Dat scheelt nogal wat. Het zijn €200 per maand ongeveer. Okay. Dus dat zijn. Ja. Het is toch wel gek dat veel partijen dit gewoon niet dat een pasklaar antwoord hiervoor hebben. Of? Nee, dat zou je moeten, ja, dat weet ik niet precies. Maar de beurs dat terug in ieder geval erg specifiek. Voor. Omdat het is natuurlijk niet eerlijk om die tussengroep zeg maar op te zadelen met een schuld. Terwijl de groep ervoor en de groep daarna het daar dan financieel een stukje makkelijker mee heeft. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Heeft u al een tipje van de sluier? Nee, mag ik ook nog niet doen. Nee. Wij willen dat de studenten gecompenseerd worden. Gecompenseerd worden, dus gewoon een deel van die schuld, een flink deel, moet worden kwijtgescholden. Welk deel? Hoeveel? Nou, daar kun je over praten met elkaar. Dat maar ligt als dat u ligt? Nou, je zou kunnen kijken bijvoorbeeld naar het deel wat je normaal onder een basisbeurs had gekregen. Dat zou je eruit kunnen halen. Nee, we hebben een compensatiemodel. Daar zijn we wel aan het werken. Het is wat ingewikkeld. Want je kan niet met alles met terugwerken. Eerst dachten we, nou, dan gaan we terugwerken en de kracht dat terugdraaien. Dat bleek toch te kostbaar. Dus een nieuwe stad kan wel, maar dat is nee, maar dat levert er geld op. Nee. Maar daar heb ik nog geen hapklaar antwoord op, zeg ik je heel eerlijk. Het is niet de 10.000 van GroenLinks en de 15.000 nee, van... Nee, we gaan geen gratis bier roepen. Maar ja, je moet die schade natuurlijk wel repareren. Dus de basisbeurs moet terug. De studenten die er echt door geraakt zijn, moet je compenseren. Ja, dat je ook, daar kan je over. Dat is voor mij eigenlijk techniek op de manier waarop je dat doet. Of je dat bijvoorbeeld, je kan je voorstellen, een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden die je hebt opgebouwd. Dat een voor de hand liggende vorm zou kunnen zijn. Dat je eigenlijk kijkt van hoe zou het stelsel uitpakken voor jouw nieuwe stelsel, zeg maar. Van als het al een paar jaar eerder in werking was getreden. Ja, nou ja, ons idee is dus echt om een substantieel bedrag, en dat zal dan onderhandeld moeten worden, zo werkt het natuurlijk, wat dat dan zal zijn. Maar andere partijen hebben daar geld voor gereserveerd bij hun berekening. Ja. CDA niet. Die heeft ook niet in een verkiezingsprogramma staan van, er staat ook geen bedrag in. We hebben wel gereserveerd, maar dat is dan structureel, terwijl we ook zeiden ja. Maar dit is niet structureel, dus zo hebben we het maar opgelost door een structureel bedrag erin te zetten. Terwijl je hebt maar een incidenteel bedrag nodig, dus je hebt één keer moet je compenseren. Dus daar is iets mafs gegaan bij de berekeningen. Of de bedragen zijn te laag. Wat wij willen is dat wij studenten een foutje geven van €4.000. Ik zit me direct te bedenken dat het niet 20.000 is. Dat is genoeg. Is dat niet genoeg? Dus we zullen niet alle pijn kunnen wegnemen, maar wel €4.000 wat je kunt besteden aan ofwel je studie ofwel verlaging van je studieschuld. Ik kan niet zeggen alle schulden weg. Iedereen een gratis huis. Ja, maar iets meer dan €4.000, dat kan ik toch wel. Nou, ga daarvoor lobbyen, zou ik zeggen. Enkele uitzonderingen komen van partijen die zelf voorstander waren van het leenstelsel.
Maar ja, kijk, GroenLinks stond natuurlijk ook mede aan de wieg van het leenstelsel bijvoorbeeld. Ik bedoel, 8 miljard reserveren alleen voor de compensatie van jullie generatie, dat doet geen partij ons na. Want we hebben in ieder geval het totaalbedrag aan compensatie, en daarin gaat volgens mij de Partij van de Arbeid het verst van alle partijen, is 4,2 miljard is gereserveerd om die groep studenten die dus eigenlijk die basisbeurs niet heeft gehad, om die te compenseren. Laten we blijven opletten of we ook echt fatsoenlijk gecompenseerd worden na de verkiezingen. Het leenstelsel was een keuze. Compenseren ook. Deel deze video. Hashtag compensatie is een keuze.